Hey, ik ga je leren hoe je I Got A Feeling van de Black Eyed Peas speelt. En je hebt namelijk maar drie akkoorden nodig. Namelijk het C-akkoord, het G-akkoord en het E-mineur-akkoord. Naast dat ik je de akkoorden ga leren, leer ik je ook natuurlijk de riff die hierbij hoort. Misschien ben je al geabonneerd op mijn kanaal, maar misschien ook niet. Dus doe dat nog eventjes. En als je deze video leuk vindt, like hem dan zeker zometeen als jij ook I Got A Feeling van de Black Eyed Peas kan spelen. Kom je hier terecht via de video waarin ik je uitleg hoe je makkelijk akkoorden speelt, neem dan zeker ook een kijkje bij mijn online gitaarmethode gijsmusicacademy.nl waar deze video bij aansluit. Dan gaan we nu naar de tutorial toe. Je start met het G-akkoord. En die speel je twee maten. En daarna ga je naar het C-akkoord. En die speel je ook twee maten. Daarna ga je naar het E-mineur-akkoord. Die speel je ook twee maten. En dan ga je weer terug naar het C-akkoord. En die speel je nog een keer twee maten. Dus krijg je dit. Twee keer G, twee keer C, twee keer E-mineur, twee keer C. 1, 2, G-akkoord. 1, 2. Wissel naar de C en 2, 3, 4. Naar de E mineur. C akkoord. En dit speel je eigenlijk heel het liedje door. Wil je dit liedje nou makkelijk mee kunnen spelen met Spotify of YouTube? Download dan het akkoordenblad via de link in de beschrijving, zodat je makkelijk mee kan zingen of mee kan spelen en mee kunt lezen met de tekst. En als je deze video nog niet geliked hebt, like deze video dan eventjes. Dan gaan we naar de riff. En de riff die gaat dus zo klinken. En je slaat twee snaren tegelijk aan. Je slaat namelijk de G en de B-snaar aan met je aanslaghand. En ik doe dat met deze twee vingers, wijsvinger en mijn middelvinger. En we starten op het derde vakje van de B-snaar en de open G-snaar. En die slaan we vier keer aan. Daarna gaan we op de B-snaar naar het eerste vakje. En die slaan we twee keer aan. En dan gaan we naar twee open snaren, de open G en de open B-snaar. Gaan we terug naar het eerste vakje op de B-snaar. Die doen we acht keer. Daarna spelen we weer de open B-snaar. En daarna weer het eerste vakje op de B-snaar. Natuurlijk weer met de open G-snaar. Ook weer acht keer. Dan ga ik eventjes de vakjes meeroepen als je moet veranderen. Speel je met me mee? We beginnen op het derde vakje. 1, 2, 3, 4. Naar het eerste vakje nu. Open snaar. Eerste vakje. Naar de open snaar en... Naar het eerste vakje. Opnieuw naar de derde. En 2. Eerste vakje. Open snaar, eerste vakje. Open snaar. Eerste vakje. En leuk is dit om natuurlijk samen te spelen. Door te combineren met de akkoorden en met dit riffje. Dus als een vriend van jou ook gitaar speelt, kun je dit met z'n tweeën spelen. Of je kan natuurlijk een opname maken van jezelf als je de akkoorden speelt. Of het riffje en dan meespelen met jezelf. Wil je nou nog meer liedjes leren spelen met het E-mineur, het C en het G-akkoord? Neem dan vooral een kijkje via de link in de beschrijving van deze video. Vergeet niet te abonneren en deze video te liken. En dan zie ik je terug in een volgende video.